Ik zit hier achter mijn computer en ik moet je even vertellen over de mythes, de onzin van passief inkomen. Let's go. Ik ben onderweg naar een plek waar het hopelijk wat rustiger is. Ik moet ook even video's maken waar alleen mensen bij zijn. Nog niet. Gewoon nu in alle rust hier zo. Het loopt in het einde van de zomer. Het is fantastisch weer. Stroomroep. Een van de grootste illusies die ondernemers hebben, is dat ze passief inkomen kunnen genereren. Ik hoor er steeds meer over de laatste tijd van ondernemers die er wat toevoegen aan hun productpalet. En waarom is het onzin? Omdat het niet passief is en het leidt af van het belangrijkste wat je te doen hebt. De enige vorm van echt passief inkomen die ik kan bedenken was toen ik 10 was. En ik iedere week een gulden kreeg van mijn ouders voor zakgeld. Ja. Oké, nu even serieus. Een goed voorbeeld van het hebben van passief inkomen is dat het schrijven van een e-book. Een e-book lijkt eenvoudig. Je schrijft één keer het e-book en vanaf dat moment, als je het gepubliceerd en verkoopt, elke keer als je een boek koopt, hoef je er niets meer te doen en het verkoopt zich vanzelf. Maar in de meeste gevallen levert een e-book veel te weinig op of een gewoon boek. Je moet er al een flink aantal van verkopen, wil je werkelijk een goed passief inkomen genereren van een boek. Reken maar eens uit. Een boek, als je het helemaal zelf uitgeeft, dan moet je er heel veel promotie in stoppen. Verdien je een tientje per boek, verkoop je er 250, heb je €2500. Dat klinkt aantrekkelijk, €2500. Maar realiseer eens hoeveel tijd je erin moet stoppen. Je moet het boek schrijven, je moet een website opzetten, je moet continu aandacht krijgen voor je boek, aandacht vragen voor je boek. Terwijl als je een eenmalige afspraak hebt met iemand van bijvoorbeeld een dagdeel of een dag en je verkoopt aan jouw dienst, verdien je waarschijnlijk meer of evenveel als die €2500. En je blijft bouwen aan dat waar jij het allerbeste in bent en wat je het leukste vindt om te doen. Er zijn mensen als Steve Scott die hun beroep hebben gemaakt van het schrijven van boeken. Die heeft in minder dan 10 jaar tijd 40 boeken geschreven. Ze zijn allemaal elkaar gelinkt en gekoppeld. Hij heeft uitgevonden op Amazon hoe het werkt, verkoopt die boek op Amazon. En die heeft er zijn werk van gemaakt. Let wel, zijn werk van gemaakt. Het is echt niet passief. Een andere manier om passief, tussen aanhalingstekens, geld te verdienen is natuurlijk dat je een online cursus maakt van de kennis die je in huis hebt. Je gebruikt de kennis die je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd, maakt daar een online programma of een online cursus van en je verkoopt die. Het klinkt zo eenvoudig, was het maar zo eenvoudig. Ik heb zelf een aantal van dit online programma's gemaakt en ook van andere bekende mensen die dit online programma's maken, heb ik geleerd de afgelopen jaren dat zo'n online programma maken is nog een stuk lastiger dan je denkt. Tenminste, als je wil dat je ook resultaat boekt met dat programma, dat de mensen die jouw programma volgen werkelijk iets leren. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Als bijvoorbeeld Seth Godin. Iemand die ik goed ken, een marketeer die veel verstand heeft van zijn werk, een hele grote aanhang heeft. Dus als mensen zijn online cursussen gaan volgen bij bekende programma's zoals Udemy, dan zijn er 10.000 die dat volgen. Kijk je dan werkelijk hoeveel mensen dan het programma afmaken, dan is dat minder dan 8%, zoals hij zelf zei. En dat is teleurstellend. Dat is niet wat je wil. Het is ook niet passief, want zo'n programma moet je dan telkens promoten. Het beste manier om te promoten zijn dat je lanceringen organiseert. Dat je telkens weer de workshop, de cursus lanceert aan een vast groep mensen, aan je e-maillijst. Heel veel aandacht vraagt, dat kost weer enorm veel tijd. En er gaan ook weer heel veel kosten mee gemoeid. Dus wat verdien je nou werkelijk? Als je dan geen passief inkomen meer verdient, is het dan zinvol ja of nee? Ja, het is wel zinvol om bijvoorbeeld een e-book te schrijven. Maar met een hele andere insteek. Niet het insteek dat je geld mee verdient, maar dat je mensen op de hoogte brengt van je kennis. En als ik wil kijken naar of het zinvol is om een online programma te maken, dan heb ik het voorbeeld van Elisabeth. En zij vertelde over haar programma. In de afgelopen 5 jaar heeft ze geleerd hoe zij video's online kan delen in bijvoorbeeld een challenge. Wat ze in het begin gratis deed, wat veel mensen gratis doen, is dat je een challenge, je kent het wel, je volgt een challenge in 10 dagen bijvoorbeeld, doe je elke dag iets.
En dan heb je het einde echt iets waardevols geleerd. Zij doet het ook met video's, ze helpt mensen op weg. En zij heeft nu de afgelopen 2 jaar betaalde challenges gedaan. In de eerste keer dat ze meedeed, heeft ze het verkocht, ik geloof voor een tientje. En er deden bijna 350 mensen mee. De tweede keer, de afgelopen jaar, heeft ze het verkocht, ik dacht voor 29 euro. En deed 250 mensen mee, dus ze heeft meer verdiend. Maar waar het veel mee om gaat bij haar, is dat de mensen uiteindelijk mee gaan doen aan haar jaarprogramma. Daar zit het echte verdienmodel. Geen passief inkomen, gewoon met mensen samenwerken om het beste resultaat te bereiken. Ik heb met haar daar een podcast over opgenomen. Wil je die beluisteren, dan ga je naar ernhonning.nl/show214. Super gaaf, mooi gesprek met haar. De link vind je ook in de omschrijving hieronder. Vind je dit een gave video? Ik heb wat anders nu. Dan zou ik gaaf vinden als je dit doet. Oeh, pas op met de fiets. Doe een duimpje. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende.